superleuk dat je kijkt naar deze bonusvideo. En ik had het in de vlog ook al verteld dat we bij Remco Verkuijk zijn geweest in Rotterdam. We hebben een hele bodyscan zijn we daar ondergaan. We zijn door een scanner gegaan, Daniel en ik, om te kijken hoe ons lichaam er van binnen helemaal uitziet. En hij heeft ontzettend goede adviezen gegeven en zijn visie als medisch bioloog gegeven op het gezond leven betreft. En in deze video gaan jullie het hele interview zien met Remco Verkuijk. Hij heeft ontzettend goede informatie te vertellen. Dus vind je dat nou interessant om hoe je in een gezonde leefstijl kan leven en hoe je het ook vol kan houden, hoe je gewicht kan verliezen en dat ook kan behouden en hoe je fitter kan worden? Kijk dan zeker deze video. Veel kijkplezier. Doeg! Goed, we staan hier dus in Rotterdam bij Fittergy. Sportvasten met Daniel. Hartstikke goed bezig met trainen met mij. De krachtkuur gedaan, de sportvastenkuur gedaan. Alleen Daniel heeft een doel. En de deadline komt toch aardig dichtbij. En ik heb het idee, Daniel heeft de vorige keer de sportvastenkuur gedaan. Heeft daarbij niet de switch gemaakt. Ik denk, we moeten hem nog een keer gaan insteken. Dus ik heb Daniel nu meegenomen naar Rotterdam. Ook even kennis laten maken met Remco, de ontwikkelaar van sportvasten. En Daniel gaat het nog een keer proberen. En nu moeten we die 9 kilo eraf, Remco. Dus, misschien lukt het niet in één keer. Het zal weer een mooie aanzet kunnen zijn. Ja. Om uiteindelijk wel je doel van die 9 kilo te halen. Zal het niet december worden? Wellicht de zomer. Ja, en het leuke is, Varen gaat nu meedoen. Ja, Varen gaat meedoen. Jouw steun is toegelaten. Ja, heel erg spannend, maar ik heb er heel veel zin in. Dus dank jullie wel voor dat je me hebt meegenomen hier, Remco. Nou, we zijn hier binnen gekomen vanuit Zwolle in Rotterdam. Ik wil je kort vragen, wil je even voorstellen? Ja, waar zijn we nu precies? Ja, jullie zijn eigenlijk op ons hoofdkantoor van Fittergy Sportvasten. Hier ontwikkelen we alle producten. We leiden hier ook personal trainers op om het programma te doen. Astrid is een sportvastencoach. En we kunnen hier ook allerlei metingen doen. Een van de metingen is een DEXA-scan. Dat is een röntgenscan waar het lichaam of de scan als het ware kijkt hoeveel vet, hoeveel botmassa en hoeveel spiermassa je hebt. En dat is de gouden standaard om te zien wat is er nou echt gebeurd als je bijvoorbeeld spierkrachttrainingen doet of als je gaat afvallen. En het apparaat wordt veel gebruikt in onderzoekscentra. Maar bijvoorbeeld ook bij Real Madrid of FC Barcelona, Chelsea. He, daar willen ze weten of die voetballers na de winterstop dik terugkomen. En hoe ze dan flink aangepakt moeten worden. En dat gaan we dus met jullie ook doen. Dus dan kunnen we echt zien van wat is er gebeurd. En dan kan je ook daarna bijsturen. He, dus het kan zijn dat je wat spiervolume verliest. Nou, dan moet je vol aan de bak met de halters. Okay. Maar het kan ook zijn dat je gewoon spiermassa aankomt na sportvasten, want dat zien we ook vaker. Ja, dan moet je wat meer op cardio blijven trainen. En jij bent dus de founder, oprichter van het eerst heet het sportvasten en nu dus Fittergy. Kun je daar iets heel kort aan ons kijken stellen van je naam, je achtergrond, hoe je zo op het idee bent gekomen? Ja, nou, mijn naam is Remco Verkuijk. Ik ben van oorsprong medisch bioloog en eigenlijk werk ik al 20 jaar aan de integratie van sport, voeding en eventueel voedingssupplementen. Nou, en ik heb dit programma ontwikkeld omdat er heel veel topsporters waren die eigenlijk 20 uur per week trainden, alleen niet dat vetpercentage omlaag kregen. En het bleek dat zij gewoon niet in staat waren hun eigen vetten te verbranden. Dus dat zijn allemaal explosieve jongens. Hè, die zijn dus vooral georiënteerd op suikerverbranding. En als jij elke keer gaat sporten en je verbrandt je suikers op, krijg je trek in suiker, hè? Want wat je verbrandt, dat moet je tanken. En dan lukt het niet om die extra vetmassa weg te krijgen, terwijl ze wel veel eten. Ze hebben honger door dat sporten. Dus je ziet van oudsher, zie je bijvoorbeeld in het voetbal, zie je ook de mensen die meer een marathonachtig lichaam hebben. Die kunnen heel veel lopen, de middenvelders. En je hebt bepaalde spitsen. Denk even aan de Romario's, de Maradona's zeker. Die knallen uit elkaar, omdat ze gewoon nog steeds in die suikerstand staan. En vanuit een topsportprogramma bleek dat heel veel recreatieve sporters, die gewoon een Alpe d'Huez'je willen fietsen, die ontdekten dit programma ook. Want je valt en kilo's af,
En je conditie gaat omhoog. Mm-hmm. En je hoeft minder te eten, omdat je je eigen vetreserves beter kunt gebruiken. Ja. Dus als ik je goed begrijp, ik zit nu nog met die laatste 9 moeilijke kilo's die ik nu hier afgaan. Ja. Waarschijnlijk een suikerverbranding zit. En jullie nieuwe Fitergy-programma zal het helpen met een switch te maken naar dat vet verbrand wordt. Ja, kijk, kort door de bocht is er heel veel wetenschappelijke literatuur dat de nieuwe manier om zeg maar in de westerse levensstijl af te vallen, of gezond te blijven en je vet te verliezen en ook duurzaam te verliezen, dat het niet meer terugkomt, is eigenlijk korte programma's, korte pulsen van hele lage calorieën aan, vasten of sapvasten. Okay. Dus normaal eten gedurende zeg maar 6 dagen en dan even 1, 2 of 3 dagen even hard omlaag. En je lichaam denkt dan van oei oei oei, we hebben even hongersnood zoals de oertijd. Ja, ja. Switchen naar vetverbranding en dan train je al je suikers weg. En dat lichaam dat gaat in een soort survival stand keihard naar de vetverbranding switchen. En die vetverbranding behoud je, want het lichaam die denkt van ja, maar als we over 2 weken weer die hongersnood tegenkomen, laat ik maar wat meer vet blijven veranderen of verbranden. En dan blijft het eraf. Maar het is dus voor het leven. Hè? Ja, je moet wel blijven sporten. Ja. Je moet blijven sporten en je moet blijven minicuren, heet dat dan. Dus je doet 1 keer die 10-daagse kuur. Met 3 afbouwdagen, dan 3 vaste dagen en dan 3 opbouwdagen. Om dat hele lichaam helemaal te switchen en dat in te trainen. Mm-hmm. En daarna ga je gewoon. Ja, dat zijn je net gelukkig na een weekje wintersport mogen we dan weer een mini doen. En dan zijn we weer samen in de switch. Precies, want je moet ze nu en dan ook, wat in de natuur altijd voorkomt. Mm-hmm. Hè, dan heb je je voeding gevonden, je eten, of het is de herfst, je hebt heel veel fruit. Of je hebt een beestje gevangen en dan eet je helemaal vol en dan ga je als een leeuw ga je lekker in het zonnetje liggen. En dan heb je even die ontspanning, hè? Eten is genot. Ja. Dus jullie moeten op die wintersport, moet je ook, je moet natuurlijk niet overdreven gaan doen, maar moet je wel genieten. En maakt niks uit als je dan een kilootje aankomt, want daarna maak je weer met een minikuurtje weer die switch terug naar vetverbranding. En dan begint je lichaam weer al dat vet weg te branden en dan ben je er weer. Dus het is een methodiek voor het leven, maar 1 keer moet je hem intrainen. Wat we de laatste decennia zien is dat eigenlijk steeds meer mensen overgewicht ontwikkelen en steeds meer moeite hebben om op een normaal gewicht te blijven. Dus mensen moeten marathons gaan lopen of echt lang op dieet gaan. Nou, een van de achtergronden daarvan, wat wetenschappers denken, is dat de voeding steeds minder polyphenolen bevat. Nou, polyphenolen zijn stofjes die zitten in de schil van druifjes, bessen, bramen, etc. En je zou eigenlijk kunnen zeggen van dat als we vroeger een besje hadden, dan ging dat besje dat ging zichzelf beschermen met stofjes die polyphenolen heten. En die stofjes die zitten dan in de schil. Die hebben in dit geval, zou je kunnen zeggen, een paars-blauwe kleur. En hoe meer UV-straling er was, of droogte, of wind, hitte of vorst, hoe meer stress eigenlijk dat besje had, hoe meer van die polyphenolen die ging aanmaken. Nou, en ze zien dus dat die polyphenolen, dat die als het ware jou in de vetverbranding houden. En dat je dus niet switcht naar die suikerstand, ondanks dat je misschien wat slechter eet of meer eet, et cetera. En de laatste jaren zien ze dus ook van, groene thee beschermt je tegen het krijgen van een beroerte. Omdat die polyphenolen als het ware jou niet, die polyphenolen voorkomen eigenlijk dat je dus te lijden krijgt onder de risico's van die westerse levensstijl. Nou, wat er nu gebeurt is dat al die besjes en tomaten en paprika's die worden allemaal in kassen verbouwd met optimale temperatuur, optimale CO2's. Dus eigenlijk wordt dat besje verwend en die hoeft dus niet meer al die beschermende stoffen aan te maken. Nou, als je dus kijkt naar hoe je het beste resultaat kunt halen, ook tijdens sportvasten, tijdens Fitergy sportvasten, wil je switchen naar die vetverbranding, maar je wil ook in die vetverbranding blijven en beschermd zijn tegen het weer aankomen. En dan hebben we dus voedingssupplementen gemaakt die
heel veel van die polyphenolen bevatten. Samen met dan aminozuren, stukjes eiwit, die je beschermen tegen spierafbraak. Nou, en in de toekomst zouden jullie moeten kijken voor je eigen gezondheid en het niet weer aankomen, ondanks dat je op wintersport gaat. Van, kan ik nou mijn voeding bijmengen met polyphenolen uit de voedingssupplement of polyphenolen uit de voeding? En letterlijk, de Franse paradox, zoals dat in de jaren 80 werd ontdekt, was die Fransen die eten toch vette kaasjes en die eten eigenlijk helemaal niet zo gezond. Hoe kan het nou dat zij relatief gezond bleven qua hart- en vaatziekten? En dat had te maken met het feit dat zij dus die polyphenolen uit hun voeding naar binnen kregen. En dat geldt ook voor het mediterrane dieet. Dus de toekomst zit hem in het bijmengen van polyphenolhoudende voeding bij je weldadige biefstuk of zoiets dergelijks. Dus het is niet van continu op dieet gaan, maar van het gezonder maken van je maaltijd door deze stoffen eraan toe te voegen. Dan mag je je armen tegen je aan leggen, met je handen plat. Ja. En dan mag je ietsje naar deze kant toe schuiven. Stop. Ietsje weer terug. Nou, je hebt in totaal 34,9% vet. Dus geen 25, zoals bij Astrid eruit is gekomen, maar veel meer. De hoeveelheid vet in jouw lichaam is 32 kilogram. Dus letterlijk zou je kunnen zeggen dat die 9 kilo zou je makkelijk moeten kunnen halen. Dan heb je nog 20 kilo over. En bij de echt goed getrainde mensen zit je vaak op 6, 7 kilo. En bij de wielrenners die hier komen, die zitten soms op 3,5, 4 kilo vet in hun lichaam. Is wel afhankelijk natuurlijk van je lichaamsbouw ook. 6 kilo, dan moet ik 26 kilo afslaan. Hoeveel? 36? 26. Als jij zeg maar mee zou willen doen met de Tour de France. En dan niet de laatste zou willen worden. Dan moet je over dat soort dingen na gaan denken. Maar moet je extreem veel voor doen. Hè? Ja. Dus waar het natuurlijk om gaat. Je bent de hele dag druk bezig. Je hebt een gezin. Je moet werken. Je wil ook nog genieten van het leven. Is een manier vinden hoe je op een gezond vetpercentage kan komen. Mm-hmm. En toch ook fit kan blijven. En ook met een bepaalde hoeveelheid tijd. Kijk, wat het interessante is, is als jij zeg maar iets nieuws inbrengt in je leven. Dat kan zijn, je gaat een switch maken met fit-to-die sportvasten. Mm-hmm. Dus jouw lichaam gaat andersom met de vetten. Je krijgt andere hormoonsamenstelling. Dus het kan zijn dat jij dan met die kuur zelf een kilootje of 4, 5 afvalt. En dat als jij maar die ene vaste dag, die minikuur, in de 1 à 2 weken blijft doen, dat je blijft afvallen tot er een nieuw evenwicht ontstaan is. Dus niet uithongeren, maar gezond eten. En dan moet je proberen die maaltijden dus zo vorm te geven dat je polyphenolen inneemt. Groene thee erbij, de besjes, bramen, gekleurde groenten, paprika, tomaatjes, het gebruik van gezonde vetten. Mm-hmm. En dan gaat je lichaam gewoon veranderen. En dan kijken waar je uitkomt. En op het kan best zijn dat jij op een gegeven moment op 25% vet zit. En dat je alles goed doet. Dus je gaat 4 keer trainen bij Astrid. Je doet zelf veel wandelen, minimaal een uur per dag. Je bent gezond aan het eten, maar dat je niet verder omlaag gaat. Mm-hmm. En dan wordt het vervelend. Want dat betekent, wat moet je dan nog gaan doen? Dan moet je toch gaan snijden, mag je geen wijntjes meer drinken, et cetera. En dan is het leven niet meer leuk. Nee. Dus dan zou je kunnen zeggen van, dit is een gewicht dat hoort bij mijn gezonde levensstijl. En ik moet dat maar accepteren dat ik dan toch nog dit in de spiegel zit. Het is wel even confronterend hoor, dit. Ik moet zeggen, het gaat wel even door merg en been nu werkelijk. Ja. Kijk, en wat dat apparaat dus aangeeft, wat jij net al zei van de appel of de peerfiguur. Mm-hmm. Nou, het androïde vet bij jou is 47%. En het genoïde vet is 30%. Dus je bent inderdaad een enorme appel. Ja. En wat vrouwen vaak hebben, is dat genoïde vet, dat is dan groter. Maar dat is gezond vet. Dat is een vet wat je eigenlijk beschermt tegen allerlei westerse ziektebeelden. Dus soms zijn dames, dan hebben ze 25% of 30% vet. En daar balen ze van. Maar er zit al het vet hier. Ja. En dan zeggen we eigenlijk als biologen en artsen zeggen we hoera. Hartstikke goed. Ja. Nou, het buikvet is gevaarlijk. Eigenlijk die 47,6%. Daar zit ook die inwendige buikvet bij. Okay, en dat zit daarbij. En het inwendige buikvet,
Het viscerale vet wordt dat ook wel genoemd. Visceral vet, ja. Dat ja, is een grote factor in het ontstaan van hart- en vaatziekten, diabetes. Dus als we deze op de 20 krijgen, die 27, dan gaat het niet lukken. Dat is too much, oké. Okay. Nou, dat gaat je niet lukken vanwege het feit dat je dan zo ver moet. Mm. En waarschijnlijk ben jij genetisch, heb je gewoon aanleg om juist daar dat vet te krijgen. Mijn vader heeft ook echt zo'n gevaarlijk beukvetje. Ja. Het sportvasten zou voor haar dus vooral een toename brengen in spiermassa? Of in... Nou, dat kan. Hè. Dus wat je hebt is dat sportvasten wordt het lichaam als het ware getriggerd om de spiereiwitten te preserveren. Hè. Dat je geen spierafbraak krijgt. Maar zodra je dan weer gaat eten en gaat sporten, dan ga je extra opbouw krijgen van spiermassa. En verder heb je ontgifting. Ook wel wat vet dat ze kwijtraakt. Maar dat komt weer terug op het moment dat haar lichaam vindt van hey, dit is te weinig voor de gezondheid. Dan krijg je dat vanzelf weer terug. En heel veel mensen ervaren extra energie. Hè, dat je fitter wordt. De totale hoeveelheid vet in jouw lichaam is 10 kilo. Dus hè, gewoon voor de grap zou je kunnen zeggen van dat jij op 1/3 zit van zijn vet. Hoeveelheid. Ja. Dus je haalt er heel veel uit en als je het zal er ook wel, natuurlijk omdat ze jullie begeleidt, gewoon een stukje mindfulness proberen mee te pakken. Ja. Kijk, en de een is er totaal niet geïnteresseerd in, maar ja. Jullie wel. Wij wel, ja. Een van de redenen waarom jij ervoor kiest om nu samen met Daniel mee te doen, om juist die mindset weer echt om te krijgen. Het is voor mij ook gewoon zo makkelijk. Als ik bijvoorbeeld verveel, is het voor mij heel erg makkelijk. Want als ik zit te computeren, is mijn momentje, oh, dan wil ik iets te eten hebben. Ja. En laatst ook al verteld. Dan pak ik gewoon mijn M&M's en dan zit ik me lekker mijn M&M's te eten tijdens dat ik in bed ben. Dan wil ik even iets te doen hebben, iets te eten hebben. Ja. En die mindset, daar wil ik een switch in hebben. Dat ik niet M&M's pak, maar dat ik iets verantwoordelijks erbij kan om te eten. Vestjes, en dat ik echt lekker fruit, vind. Etcetera. Ja. Ja, en dat ik daar ook van kan genieten. Maar je krijgt, ja, als je niet uitkijkt, krijg je natuurlijk tekorten bij een voedingsprogramma waar je naar beneden gaat in calorieën, in suikers, etc. Nou, zeker bij sportvast is het zo, omdat we een aantal dagen alleen maar sap drinken. Ja. En dan krijg je geen calcium, magnesium, vitamine D. Het enige wat je eigenlijk binnenkrijgt is wat kalium en vitamine C. En de rest niet. Dus wij hebben voedingssupplementen ontwikkeld die precies eigenlijk die tekorten dat ze niet ontstaan. Dat we die kunnen compenseren. Nou, dat zit in dit pakketje. Nou, wat we hebben is dus, we hebben een visoliecapsule. Dan hebben we aparte tabletten voor calcium en magnesium. De multi, die neem je dus tijdens je afbouwdagen, tijdens je opbouwdagen. En er zitten meer tabletten in dan je tijdens de kuur nodig hebt. Maar je wil tekorten compenseren en je wil extra goed herstellen. Dus die multi neem je totdat ze op zijn. Dan hebben we de switch strips. Dat zijn urinetestjes waarin je kunt zien of je die switch aan het maken bent of niet en wanneer je hem gemaakt hebt. Nou, en dan is dit eigenlijk het poeder hè, wat jullie net gedronken hebben. Ja. Dus met de polyphenolen erin en de aminozuren. En ja, dat is een beetje wel de, je zou kunnen zeggen, de rode draad, de spil van het hele supplementen traject. Dus de belangrijkste. Eigenlijk. Ja, in principe wel. Ja. En eigenlijk is het altijd zo van voedingssuppletie doe je om aan te vullen. Nou, dat zijn dan die vitamines en mineralen en die visolie. Of je doet voedingssuppletie meer als een sporter om iets extra's te halen. En hoe weet ik wat er bijvoorbeeld in een tomaat zie je geen etiket natuurlijk op staan. Nee. Dat is gewoon een tomaat. Ja. Hoe weet ik dan welke tomaat, is het biologisch beter? Of is het per supermarkt anders? Of is dat gewoon iets waar biologisch is in essentie. Hè? Dus er is allerlei onderzoek en die zeggen, er zit evenveel in biologisch als in niet-biologisch. Ja. Alleen in niet-biologisch zit natuurlijk nog meer. En dat is meer pesticiden en insecticiden. Ja. Ja. En de tomaat was onder de graan of een appel, vraag ik me ook wel eens af. Ja. Heeft dat veel zin? Ja, ja. Schil hem. Ja. Ik zeg, de schil zit toch juist vitamine in vooral. Ja, dat klopt. Je gooit de schil weg. Ja, nee, maar dat doe ik voor de kindjes. Die ja, maar ook zelf, weet je, zijn de schil. Nee, ik eet wel de schil. Alleen voor de kindjes niet. Maar ik vroeg me af, omdat ik die appel toch ook wel was, maar bij dat ik het was, denk ik van ja, heeft dat wel zin. Want als het echt in die appel zit, dan was ik er natuurlijk met water niet vanaf.
Ook dat is een vraag die je aan de hoogleraar in Wageningen stelt. Ja. Ja. Dus dat weten we eigenlijk niet. Want je wil natuurlijk als boer wil je pesticiden spuiten die niet bij de eerste regenbui al eraf gaat. Ja, precies. Ja. Kijk, belangrijk nog even is, jullie krijgen een protocol mee van Astrid. En daar staat eigenlijk in wat jullie per dag allemaal wanneer moeten eten. Ja. En ook supplementeren. Wij hebben echt specifiek voor zo'n traject als sportvasten gekozen om altijd met een coach te werken. Ja. Dus je kunt het niet individueel denken van nou, ik koop het in de winkel en dan ga ik het alleen doen. Dat is onverantwoordelijk. Je wil gewoon risico's uitsluiten. Ja. Dat je bijvoorbeeld een jong meisje van 15 hebt die dat gaat doen. En dan zegt van nou, ik voel me zo lekker. En die gaat gewoon niet terug naar die gezonde normale voeding. Ja, precies. Mm-hmm. En dat is een beetje wat nu die discussie natuurlijk is bij de overheid en heel veel voedingsinstanties. Dat ze zeggen van ja, er zijn zoveel gezondheidshypes. Ja. En die meiden die gaan individueel achter de computer allerlei dingen opzoeken. Ja. En die eten op een gegeven moment. Ja. Ze gaan niet meer terug naar de normale leefstijl, zeg maar. Je blijft hangen in een bepaald... Ja, en dan krijgen ze voedingstekorten. Ja. En niemand die dat dan ziet en op een gegeven moment... Precies. Dus je wil altijd een coach hebben die zowel die wat extra's uit je kan halen. Of juist jullie rent. Dus jullie helemaal... Vandaar ook een beetje die plastrips. Om ook echt te zien dat er niet alleen maar... Hey, je kunt natuurlijk dingen zeggen. Het gaat goed en ik doe het goed. En ondertussen niet. Ja. Maar met die plastrips kan je gewoon echt zien wat de realiteit is. Zeg maar. Dus ook een soort van veiligheid. Ook dat. Jouw vernieuwde website met Fitrogy kunnen jullie straks onder de video hier alles over vinden. Dus word je hier nou helemaal enthousiast van dat je denkt, wauw, wat de Bellinga's gaan eten en weten en ervaren met hun personal trainer Astrid in samenwerking met Remco Verkijk. Onder de video vind je hun mooie website. Vond je het nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Doeg!